Een patroon is een herhalende vorm met bepaalde kenmerken. In Photoshop Elements zijn er heel veel patronen aanwezig. Je kunt patronen gebruiken om een object mee te vullen of om een mooie achtergrond te maken, bijvoorbeeld voor een fotoboek of voor een kaartje. Je kunt een patroon op verschillende manieren toepassen. Je kunt namelijk selecties opvullen met een patroon, met behulp van het emmertje een gebied vullen met een patroon, stempelen met een patroon of een opvullaag maken met een patroon. In deze videoles leer je hoe je een patroon maakt met behulp van het filter verschuiven. Eerst zie je het resultaat zonder gebruik van het filter en daarna gebruik je het filter verschuiven en pas je het patroon nog een beetje aan. Je maakt eerst een nieuw leeg bestand aan waarin je het patroon gaat ontwerpen. Je gaat naar bestand, nieuw, leeg bestand. Je kunt het ontwerp hier een naam geven, maar dit is slechts een werkbestand, het patroon ga je apart opslaan. Ik geef het nu geen naam. En kies hier voor pixels. Maak een bestand van 400 pixels breed en 400 pixels hoog. Zet de resolutie op 300 voor een mooie afdrukkwaliteit. En de kleurmodus laat je op RGB staan en de achtergrondinhoud laat je op wit staan. Je klikt op OK. Als je een heel ingewikkeld groot patroon maakt, kun je natuurlijk ook een groter bestand aanmaken. Nu ga je het patroon maken. Je wilt bijvoorbeeld een patroon maken die als basis kan dienen voor een lieve aanzichtkaart die je maakt. Ik ben geen ontwerpster, maar ik zal mijn best doen. Je kunt gratis plaatjes van internet gebruiken. Let wel altijd op de copyrightrechten, je kunt niet alles zomaar kopiëren. Of je tekent wat, maar ik gebruik nu plaatjes die al aanwezig zijn in Photoshop Elements. Je vindt ze hier bij afbeeldingen. Je kunt op allerlei manieren zoeken naar afbeeldingen. Ik heb hier gekozen voor alles tonen. En hier kies ik voor afbeeldingen. Ik vind dit wel een vrolijk hartje voor een leuke kaart. Je kunt een afbeelding slepen naar je ontwerp, maar je kunt er ook op klikken. En nu kun je met behulp van het kader het plaatje van grootte veranderen. Als je tevreden bent, klik je op het groene vinkje. Je kunt nu nog een aantal keren het hartje erin zetten. Maar wist je dat je ook heel snel een plaatje kunt kopiëren? Je houdt dan de Alt-toets ingedrukt, je klikt op het hartje en sleept dan de kopie weg. Dit werkt overigens alleen als het gereedschap verplaatsen actief is. Je doet dit nog een aantal keren. Als je nu bij het deelvenster lagen kijkt, dan zie je dat er allemaal nieuwe lagen zijn aangemaakt. Als je klaar bent met je ontwerp, maak je hier één laag van. Klik op één van de lagen met rechts en kies hiervoor één laag maken. Nu ga je je patroon vastleggen. Dat doe je bij bewerken, patroon definiëren. Geef dit patroon een naam, bijvoorbeeld hartje 1.
Nu ga je je patroon toepassen op een ander bestand. Maak een nieuw bestand aan van 15 bij 10 cm. Dus hier kies je voor centimeters. En hier vul je in 15, 10. De rest kun je zo laten staan en je klikt op OK. Nu zou je het emmertje bijvoorbeeld kunnen gebruiken om het bestand te vullen met het patroon. Maar je kunt ook een aanpassingslaag patroon maken. Dat doe je door hier op het blauw-witte bolletje te klikken en te kiezen voor patroon. Het laatst gemaakte patroon komt dan gelijk tevoorschijn. Je kunt nu nog de schaal wijzigen. Kies hier bijvoorbeeld voor 80% en klik op OK. Het geheel komt toch nog een beetje vierkanterig over. Het is niet naadloos. Je ziet steeds welke groepjes hartjes bij elkaar horen. Eigenlijk zou ik hier nog een hartje tussenin willen. Als je teruggaat naar het ontwerp, dan zie je dat je zo'n hartje dan op een grens zou moeten zetten. Dat is lastig ontwerpen, een klein beetje hartje hier en de rest aan de andere kant. Gelukkig is daar een trucje voor. Ga maar eens in het menu Filter naar Overige en kies hiervoor Verschuiven. Zorg dat Beeld omslaan aanstaat en kies bij horizontaal en verticaal de helft van de grootte van het bestand. Dus dit bestand was 400 bij 400 pixels. Dan kies je hier 200 bij 200 en klik op OK. Je ziet nu dat het ontwerp verschoven is met 200 pixels, dus de hartjes die je al gemaakt hebt, die staan nu op het randje en dan heb je hier nog een hele ruimte om te vullen met hartjes. Ga daarvoor weer naar afbeeldingen en plaats nog een keer een hartje. En er past er nog wel eentje bij. En hier ook nog een klein hartje. Ga weer terug naar het deelvenster lagen en maak er weer één laag van. Vervolgens definieer je het patroon weer. Bewerken, patroon definiëren. En geef deze weer een naam. Ik noem deze hartjes. In het andere bestand maak ik een nieuwe aanpassingslaag patroon. Ook nu wordt gelijk het laatst gemaakte patroon gebruikt. En ik zet de schaal weer op 80 om dit goed te kunnen vergelijken met de andere. Dit was het vorige patroon waarbij je duidelijk groepjes hartjes zag. En dit is het nieuwe patroon. Deze is veel mooier geworden dan de vorige. Het geheel loopt naadloos in elkaar over. Nu kun je je kaartje verder afmaken met bijvoorbeeld foto's en teksten. En als het patroon te aanwezig is, dan kun je altijd nog de dekking verlagen. Zet wel de lage ronde dan uit. Heb je nog moeite met het werken met lagen of het werken met Photoshop Elements? Meld je dan ook aan voor de superduidelijke online cursus Photoshop Elements bij Photoshop Plezier.